Wil je de mol zijn? Ja, ik wil graag de mol zijn. Ja. Ik denk dat de rol van een mol mijn ultieme comeback is als actrice. En is dat dan ook de reden waarom je de mol wil zijn? Nee. Wat nee, de reden dat ik de mol wil zijn is dat het me fantastisch lijkt om op deze manier mensen om de tuin te leiden. Ik denk dat ik wel een goede mol zou kunnen zijn. Ja, ja, juist omdat ik iemand ben die niet heel erg verdacht wordt. Ik ben al snel een beetje de girl next door, de woman next door inmiddels. maar ik denk dat dat een hele goede eigenschap is voor een mol. Als startpunt. En vanuit daar kan het helemaal los. Ik heb alleen nog de vervolgprocedure te vertellen aan je. Ja. En dat is het feit dat je over een paar weken een telefoontje krijgt. Ja. En dat telefoontje gaat jou vertellen of je de mol bent. Ja. Of een kandidaat. Oké. En daar is het wacht op. Jeetje. Jeetje, ja. Spannend.